En daarom is het ook gewoon vet dat je gewoon. Ja, dit is gewoon heerlijk voor mijn Maar team. deze leert, zeg maar, die Torterra op level 57, Ja? leert hij een aanval als Leafstorm. En die heeft 130 power en 90 accuracy. Hey Torterra, ik ben heel blij met jou en mijn team, jongen. We gaan een goede tijd met jou beleven. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag weer lekker verder met de Pixelmon serie. Dylan is er vandaag ook weer gezellig bij. Hallo Dylan. Hey. Ik zag eventjes in de reactie, of ik zat er doorheen te kijken en ik zag dat jullie Dylan nogal, hoe moet je precies zeggen, dom vonden, maar jullie vonden hem wel dom. En dat had ermee te maken dat Dylan zei dat de quickball volgens mij was voor mij over, dat in ieder geval anders was dan wat dan ook. Weet je, het doet er ook helemaal niet toe. Dylan is ook maar een mens, maak ook eens een foutje. Moet ook niet vergeten, toen Dylan met mij meedeed, was Dylan ook nog eens een keertje ziek. Dus ja, wat dat betreft, Dylan, we vergeven het je. Mooi zo. Nee, maar ik bedoel natuurlijk, je kan niet alles helemaal uit je kop weten natuurlijk. Absoluut, en het blijkt ook dat ik een bepaalde aanval heb weggedaan op Lepers. Een of andere song, waardoor iets met drie aanvallen, weet ik van wat. Alleen dan denk ja, ik van ja. Parish Song, maar weet je wat het is? De Parish Song, het is inderdaad een goede aanval, dat kan ik niet ontkennen. Maar het is zeg maar wel zo dat de aanval, als je die in de Mob Tower gaat gebruiken met een low-level Lepers op een high-level boss, ga je niet ver komen met die aanval, want dan doet hij nog niet eens meer als de helft damage. Er staat dat hij hem doodmaakt, maar dat is dan niet zo. Get wrecked. Trouwens, Dylan, ik bedenk me in één keer iets. Oh my god, want mensen, voor jullie even voor jullie duidelijk krijgen. Wat ik vandaag wil doen is, ik wil nog eventjes mijn Lepers gaan trainen. Dan wil ik toch een beetje richting de bergen gaan om te kijken voor eventueel een extra vuur-Pokémon. Want ik heb natuurlijk nu wel een Charizard, maar ik wil ook wat anders hebben. Natuurlijk, een starter is fucking ziek als Pokémon te hebben, maar hè, er zijn altijd epische dingen te vinden. Dylan, jij zei volgens mij tegen mij dat ik XP-shares kon maken terwijl er even een rode bos spant. Ja. XP-shares kun je maken. Dat is zeg maar met glowstone, aluminium ingots. Dus niet omgeslagen aluminium, maar ingots. Ja. En even kijken, wat had je daar nog meer voor nodig? Lapis lazuli. Oké. En dan moet het goed gaan komen. En dan kun je ze gewoon maken. Dan nee, heb je er een... Oh shit. Heb je er een bepaald plaatje van? Dat ik weet hoe die... Ja, ik heb niet een plaatje. Ik kan er wel even eentje opzoeken. Maar het is drie redstone boven... Of drie glowstone blocks boven. Twee lapis aan de zijkanten in het midden. En dan... alleen ik ben namelijk nu nog in een gevecht. Dus ik kan nu nog helemaal niks eraan doen. Heb je überhaupt de lapis lazuli? Weet ik niet, want ik ben... Wacht, ik moet nu mijn executor inzetten tegen deze rode bos. Dit is gewoon mijn laatste Pokémon die ik hiervoor heb, gewoon. En dan ga je het redden, denk ik. Weet ik moet nu Aerodactyl level 1 inzetten. Nee! Aerodactyl! Doe gewoon iets en hij is dood, maar nu gaat hij wel... No! Weet je wat erg is? De bos ging zeg maar heet het dood door fucking toch die aanvallen van Tyranitar, die Sandstorm. Hij zette lekker rood HP als hij kon niks meer. Waar is nu de bos dan? Slash toggle, oh het regent, toggle, downfall. Oh nee. Waar is mijn... What the fuck is dat voor Pokémon? Wacht even, is die bos weg, Dylan, als je hem bijna... Oh, de bos is doodgaan natuurlijk, maar ik heb nu geen XP gekregen van een rode. Maar de waarschijnlijk. Ik flikker er naar beneden. Nee, ook niet. Er staat hier een hele gekke Pokémon. Wacht eventjes. Wacht even hier een Pokéball opgooien. Wat ben jij? Jij bent Torterra. Wat is dat? Dat is de laatste evaluatie van een Turtwig, een starter Pokémon. Dat is toch zo'n hele grote schildpad met een boom op zijn rug? Ja, Torterra, ja. Ja, dat is de hoogste evaluatie van de vierde generatie grasstarter Pokémon. Oh. Ik doe even Rain Dance aan. Kijken of ik nog iets mee kan. Nee, we zijn dood. Oké. Okay. Zou ik die gaan vangen? Dat kan je doen. Dat is op zich een goede Pokémon. Hij is, zeg maar, welke graspo... Jij gebruikt nu Executor, maar ja, dat kun je weer niet helemaal vergelijken, omdat Executor natuurlijk Psychic gras is, dus... Nee, ja. dat is waar. Nee, ik gooi nu gewoon een Pokéball. Kijk, het is natuurlijk beter om vanaf scratch, ja, maar te evolven, maar als je hem toch zomaar in één keer tegenkomt... Het fijne van deze is, zeg maar, hebbes. Het is een grasgrond, dus... Kan je dat nog een keertje zeggen? Grasgrond. Oh, heerlijk. Heerlijk. Maar je kan hem, zeg maar, Earthquake leren. Oh. Dat is niet verkeerd. Of hij heeft hem al, dat kan ook al. Ik ga eerst even Pokémon hier, dan ga ik eens eventjes naar kijken. En dan moet ik daarna even bezig gaan voor die XP share. Want dat is misschien wel even belangrijker dan gewoon nu door te gaan trainen. Even kijken. Waar heb ik hem? Hier heb ik hem. Torterra.
Even kijken, Torterra, jij hebt de aanval. Even kijken hoor, moves. Jij hebt Earthquake, heeft hij. Bite, ja. Roser's Leaf en Tackle. Hij heeft best wel lekkere aanvallen, moet ik zeggen. Ja, die Earthquake is gewoon fucking chill, want het is een gras-Pokémon die ook Ground heeft. Ja. Dus ja. Het is echt niet verkeerd. Maar ik moet zeggen, kijk, ik ben natuurlijk gewoon fan van de Execute vanwege de Solar Beam. Mm-hmm. Beam! Maar, Beam. Even kijken, moves verder. Kijk, Solar Beam heeft gewoon 120 power, dat is gewoon OP. Poison Powder. Ja, laat ik zo zeggen, Execute is gewoon een zieke gras-Pokémon, want het is ook nog die half dark gebeuren als het ware allemaal, weet je wel. Klopt. En daarom is het ook gewoon vet dat je gewoon... Ja, dit is gewoon heerlijk voor mijn team. Maar deze leert, zeg maar, die Torterra op level 57, ja? Leert hij een aanval als Leaf Storm. En die heeft 130 power en 90 accuracy. Hey Torterra, ik ben heel blij met jou en mijn team, jongen. We gaan een goede tijd met jou beleven. Jammer alleen van die aanval is dat hij 5 pp heeft, zeg maar. Dus 5 keer gebruikt kan worden, maar toch. Ja, maar 5 keer, hallo. Als je daarmee in een gevecht zit tegen... je kan toch van die items... Je hebt ook van die potions, zodat je weer items kan... spellen kan restocken. Ja, ja, ja. Max Ether en Elixir is dat. Dat zijn die items die ervoor zorgen dat je PP terugkrijgt, zeg maar. Goed, without further ado... Laten wij nu ondertussen, terwijl ik ondertussen eventjes een... even kijken, wat vind ik een leuk... Ik wil mijn Kabuto ondertussen laten uitkomen in mijn fossiel ding. Vind ik wel leuk. Kabuto is toch Kabuto, weet je? Ja, zeker. Dan Dylan, heb ik zoiets van, ondertussen kunnen wij er wel bezig gaan. Kijken of het natuurlijk gaat lukken om dat ding dus te maken wat je zei. Wat had ik ook allemaal voor nodig? Ik heb een screenshot gestuurd in Skype. Oh, ik zie hem al. Oh, dan moeten we eerst denken voor naar de Nether. Nee. Ja, het kan. Maar heb jij een gym in de buurt ergens? Ik heb nog nooit een gym gezien, jongen. Ah, dat is jammer. Als jij een gym had, zeg maar, dat ondergronds kamertje zit allemaal glowstone. Maar... wat ook kan doen, is genoeg elektriciteit-Pokémon zoeken, dus Pikachu's en zo, en die afmaken, want daar krijg je ook glowstone van. En in principe heb je maar 12 glowstone dus nodig. Hmm. Kijk, als jij een nether portal al hebt staan, dan zou ik de nether portal hebben. Ik heb maar 2 obsidian, ik heb nog niet eens een diamond pickaxe. Dan zou ik denk ik, of je moet ervoor kiezen om gelijk beter je mining dingen naar boven te halen, dat je wat extra hebt. Door nu te gaan minen, zeg maar. Ja, of je gaat er kiezen voor om gewoon wat Pokémon te gaan killen extra, zodat je... Ik zelf ben of course meer fan van natuurlijk het Pokémon. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Yo, wat jij zegt inderdaad over gyms. Ik heb nog nooit een gym, ben ik nog niet eens tegengekomen. Dan kan ik beter op zoek gaan naar een gym nu. Ja, je kan gewoon op je Pokémon stappen gaan vliegen. Kijk, als je een elektrische Pokémon tegenkomt, Magnemite, Pikachu, Electabuzz, allemaal dat soort Pokémon, kun je die gewoon afmaken. Ondertussen farm je dus Glowstone Dust en misschien kom je in een gym tegen. Dus... Maar hoe herken ik een gym? Dat is toch wel duidelijk te zien? Het is een heel groot gebouw met groen glas en zo, dus het valt wel op, zeg maar. Oh, we zien meteen een Voltorb. Ja, nou die kun je ook vermoorden. Yep. Maar ja, dan gaan wij dus onderzoeken. Ja, weet je wat ook leuk is om gewoon een gym te kijken of die aan kunnen? Dus ik ook lachen. Maar sowieso, het is ook gewoon wel handig om inderdaad ook een gym te hebben, wat dan ook. En hier krijgen we een gunpowder van. Fuck. Een gunpowder. Ja, dat kan ook inderdaad. Misschien is het trouwens wel handig als ik eerst even heel ver weg ga tp'en. Bijvoorbeeld naar mijn vanuit de jungle ergens. En vanuit daar een kant op ga vliegen die ik nog niet ben opgegaan. Want dan heb ik denk ik de grootste kans dat wij dan een gym kunnen tegenkomen, right? Ja, true. Voor de mensen die vragen, ja, alles hangt even vast, want we tp'en in één keer naar een jungle toe. Nou, jungles in gewoon Minecraft vaak al een beetje die denken van, oh really bruh, daar staan hier een Pokémon. Dus we gaan er eventjes hoog overheen vliegen. En dan gaan we eventjes kijken of wij misschien wel een gym kunnen vinden. We houden dus eigenlijk gaan trainen, maar goed, ik vind het toch belangrijker om denk ik de XP share te gaan krijgen dan op dit moment te trainen. En daarbij komt kijken, ik weet dat mensen misschien wel zoiets hebben van... als ik jou zou gaan minen, kan ik begrijpen. Maar ik heb meer zoiets van... Weet je, we hebben ook sowieso nog een gym nodig, weet je. Dus ik wist niet eens dat... We zijn vergeten dat er überhaupt gyms ook in de game zaten. Dus waarom niet? En we hebben natuurlijk wel al een Torterra weten te vangen. Dus wat dat betreft, de Poké Loot is deze afleveringen wel binnen. Dus dat is wel super nice. Mensen mogen natuurlijk ondertussen het leuk vinden. Je kan natuurlijk altijd eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank, dat wij een jungle tempel zien. Nou, dat is geloof ik allemaal wel. Ondertussen gewoon, heb ik deze al geloot eigenlijk? Ik weet het niet. Ik laat hem ook gewoon lekker voor wat het is op het moment. Wow, wat een arrogantie, duf. Kan er in de jungle ook een tempel of een gym zitten? Een gym? Nee, volgens mij niet. Okay. Echt, zeg maar meer alleen bij de stukken waar stadjes in de buurt zitten. Dus... Ja, nou, ik vind het niet heel erg om op dit moment over de jungle te vliegen. De kans dat er een Mew gaat spannen. Ja, dat is waar. Ja, dus ik vind het helemaal niet erg dat ik hier even vlieg nu.
Terwijl alles ondertussen lekker wordt ingeladen. Is ook wel heel gek. We zien hier trouwens door de jungle heen loopt een riviertje en daar zitten allemaal gewone bomen tussen. Oh? Ja. Nou, dat is wel grappig dat er een rivier tussen ligt, want dan is de jungle alleen maar beter. Dan kunnen er nog 3 legendaries spannen. Oh, ik ben nu in een berggebied. Oh, wacht, daar kunnen we natuurlijk ook nog vuurpokémons vangen. Oh my fucking ja, god. Ja, klopt. We gaan maar door. We hebben een Hitmontop hebben we hier volgens mij. Electric Shard, ja. Trouwens, Dylan, had ik ook nog een vraag over. Kan ik bijvoorbeeld gewoon, als ik een Squirtle heb, hè? Ik weet niet of het werkt, hè? Maar kan ik die dan ook gewoon een Waterstone geven? Nee, dat werkt niet. Vind ik heel jammer. Aan de ene kant wel logisch. Kijk, sommige Pokémon hebben die stone nodig om te evolueren. Maar als ze dat bij elke Pokémon zouden doen, zou je ook Blastoise van level 1 kunnen maken. En zo. Ja, oké. Okay. Twee dingen. Eén, ik vind hier een trader. Die wil All een Rhydon voor een Dragonair geven. Wacht. Het eerste plaatje is een Rhydon. Ja. En ik zit hier bij een Onix is geüpdate qua texture. Ja, Onix is ook geüpdate inderdaad. Maar hier heb ik inderdaad een trader. Moet ik hem inbouwen? Werkt dat? Nee, die dispeert binnen de kortste keren. Dus dan had je nu al een Rhydon moeten hebben, zeg maar. Haak, mensen, ik doe er even time. Anders had je wel gewoon een Dragonair gehad. Ja, Dylan, wrijf het er nog even anders even in. Nou, leuk hè? Leuk. Ja, ha. Kijk dit wel als je mij deed, dat zit te ziek in mijn Pokémon aflevering. Nee, dat er een Legendary spant of een Shiny. Ik dacht ik een Mike. Ik ben ook een fout. Ik dacht hier een Minus was of een Plus. Een plus of zoiets, maar het was plus. Helemaal niet. Maar ondertussen nemen we wel even lekker deze Thunder Shards mee, want die kunnen we gewoon gebruiken. Kunnen we eigenlijk Pikachu wel evolven met een Thunderstone? Want in de Pokémon-serie... Ja. Pikachu moet je een Thunderstone opgooien, dan wordt het een Raichu. Wordt het niet uit zichzelf een Raichu? Nee. Nee, joh? Nee, dat is altijd al zo geweest, maar Pikachu moet je echt met een stone evolueren, anders gaat hij niet... Grimer! Jazzer, Grimer! Zelfs twee! Ik heb keuze! Oh, deze level 14 wil ik natuurlijk gewoon hebben, want die is leuker. Lapras. Go, Lapras. Tegen de Grimer. We doen eventjes... Oh, Watergun. Hopelijk ga je niet... Nee, hij is one-hitted. Oké, we hebben hier nog een Grimer. Waar ben je nou? Ik hoor je wel. Hier ben je. Het is wel een kleintje, maar goed, je bent wel level 34. Oh, Grimer tegen... Nee, ik wil niet... Oké, dit is pretty fucked up. Nee, je bent sowieso one-hit als ik met mijn Tyranitar tegen jou ga vechten, gap. Lapras, kom hier. Okay. Je kan ook gewoon pokeballen proberen te gooien, hoor. Ja, dat weet ik, Dylan. Het is een low level. Nee, deze is nu level 34. Oh, ja. Oh, wacht, het is een vrouwtje. Die wil ik niet. Oh, gaat hij weer met zijn rare theorie. Nee, surf, hoppen eroverheen. Kabam, dankjewel voor je XP. Lappers 31. Nee, gaan we niet doen. We gaan niet een Grimer vangen die een vrouwtje is. Kunnen we niet. Dat kan niet. Past niet in het team. Nee, past niet in het team. Sorry. Wat doe je dan met Pokémon die onzijdig zijn? Nee, die kan ik wel vangen. Nee, maar ik heb wel dingen, hè. Ik heb wel een Squirtle, een mannetje en een vrouwtje. Nee, je weet dat als je Pokémon wil breeden, dat je sowieso een mannetje en vrouwtje nodig hebt. Weet ik, daarom heb ik ook een Squirtle gevangen. Met een mannetje en een vrouwtje. Dat is een mooie theorie. Nee, jongen. Die theorie die jij hebt verzonnen, jongen. Nee, jongen. Ga één keer, start één keer Pokémon op de Game Boy, jongen. Ga naar de fucking HP kijken als je dezelfde Pokémon van hetzelfde level hebt, jongen. Dat heeft te maken met IV's. Nee, wat mij, jongen. Hou op, man. Dat is gewoon mijn theorie. Ik ben er ook gewoon niet voor niks. Gewoon ook ik ben ook gewoon een man. Ik wil alleen maar mannen in mijn team hebben. Klaar. Oh. Echte kerels, gewoon. Come on. En af en toe een vrouw. Tussendoor in team. Die af en toe... Die gaat toch meteen dood. Heerlijk. Heerlijk om Dylan te triggeren. Heerlijk. Wij zien hier... Oh nee. Wow. We zien hier de dinges. Hoe heet deze nou? Wacht, we gaan hem vechten. Als ik hem opnoem, dan zeg je sowieso vangen. Een Absol. Vangen, Dylan? Ja, Absol is cool. Maar het is een vrouwtje. Ja, nee, dan ga je het lekker niet vangen. Kan ik er een Watergun op doen? Hij is level 16. Ik zou gewoon Pokéballs gooien. Oké, we gaan een Ultra Ball gooien. Speciaal voor Dylan, om te laten zien dat wij ook vrouwen in ons team accepteren. Daar gaan we dan. Ik heb het nog eventjes hier voor je duidelijk opgezocht. Even voor de zekerheid. Voor de zegelheid. There is no longer a correlation between gender and stats. However, when genders were introduced, ze zijn zelfs later geïntroduceerd als Pokémon. Gaat allemaal om de... IV's. Ja, wat ik zeg, dat is allemaal omdat een vrouwtje en ze slechter. Oh, ik ben ook echt dom, ouwe. Ik zit fucking ultraballen te gooien terwijl het nacht is. Ik moet gewoon mijn duskballen gooien.
Oh, bad. Dan zitten jullie op mij te fitten dat ik niet alles weet, maar dan komt hij aan met zijn theorie, mannetje, vrouwtje. Waarom zeggen jullie daar niks over? Godsam. Ja, dat is mooi, hè? Oh, jezus. Ze lopen mij te fitten dat ik een quickball en een fastball door elkaar heen haal. Dylan, deze Pokémon is letterlijk rood HP. Ik gooi pokeballen voor het leven. Dat duskballen nu, hè? Daar gaat er gewoon niet in. Hey, ja, omdat Absol is, wat een meer speciale Pokémon. Tenminste, Hehe, Guardium, hehe. Toggle downfall, fucking regen, hoppatee. Iemand zei ook dat er een command was dat ik voor altijd regen uit kon zetten, maar ik weet niet of dat klopt. Ja. What the fuck, ben jij van Pokémon dan? Wacht even, Dylan, ken jij een Explode? Ja, Explode, die is nieuw. Is die vangable of moet ik die niet vangable? Ik gebruikte hem eigenlijk nooit op Sapphire en Ruby, maar... Hij heeft mijn Lapras doodgemaakt. In dat geval, fuck off. Hey, Dylan. Jij bent ook hier aanwezig. Dat weet ik. Ik ben altijd in de berg. Level 41. Ik heb een 43. Wat zien we daar nou? What the fuck is dat? Moeten we toch even naartoe. Ja, dat is hetgene met die nieuwe generatie Pokémon. Ik denk van, ik zie ook niet alles meer. Oh, dit is die van die fight Pokémon zit de evaluatie. Nee, die hoef ik niet. Welke? Makurita, Jakamu. Ja, of een ander soort, of in ieder geval zo'n fight type wat een evolve zo ervan is. Oh, is het hier nog een keer? Jezus, wat een huge motherfucker. Dit ga je niet menen. Een Clefable! We hebben ook een trader. Clefable? Volgens mij wel. Wacht even, we hebben eerst die trader hier. We hebben eerst hier een trader. Ik kan dat niet uit de muur halen. Trader wil een Licky Stone van Golduck, nou, dat gaan we niet doen. Ja, dit is een Clefable. Die wil ik sowieso hebben. Wat ga ik dan doen? Ik ga mijn Torterra tegen hem inzetten. Doe maar even bijten. Hé joh, niet meteen doen. Oké, dat bijten heeft geen zin. Doe even een grasaanval. Niet zingen. Oké, goed. Zo, dat werkt ook niet helemaal fantastisch. Earthquake is sowieso een keer dood. Nog maar. Oh joh. Het beest is sterk, die Clefable. Oké. Execute. Doe eens confused erop. Hoppatee, heel goed. Oh, rustig aan, Clefable. Super effectief. Ja, dat geloof ik allemaal heel graag. Bag, pokeballs, duskbal. Ga erin. Dat is ook trouwens level 41 Clefable. Dat is een mannetje. Snap ik ook wel. Broke free. Oh. Bag, pokeball, duskbal. Let's go. Dan gebruik... Wat zei je? Niks. Dan gebruik ik duskbal en nog werk voor in meten. Tering, Jantje. Heb je die ballen wel goed, Dylan? Kom dat jij je theorie... Zijn deze ballen wel goed, Dylan? Je captures a Clefable, yes. Vanaf nu moeten jullie Guido helpen met de afleveringen. Want ik heb er niet zoveel zin meer in. En succes met de reacties, Guido. Tot de volgende keer, mensen. Doei. Nou, mensen, ook wel mooi. Ik wil ook net deze aflevering gaan afsluiten. Dus het is hartstikke mooi dat Dylan alvast weg is gegaan. Dan kan ik het nu rustig gaan afsluiten. Hoi, Dylan. Hey. Ik wil boven dit platform staan. Dat vind ik een mooie plek om af te sluiten voor vandaag. Up, Charizard, kom op. En fly me to the moon. Bam. Oké, we gaan hier lekker op afsluiten. Het is een mooi hoog en... Weet ik veel waarom we hier staan. Ik vind het wel Gucci. Mensen, wij bedanken jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon Pixelmon. Kappa, what the fuck. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer natuurlijk ook op Dylan zijn kanaal. En mensen, tot morgen.